Ik ben Margot van Tableau Margot en we gaan vandaag de tafel stylen met de producten van Kringverhuur. Ik huur graag bij Kringverhuur omdat hier echt unieke stukken te vinden zijn die je bij andere verhuurbedrijven niet vindt of dat iedereen ziet, dat komt vandaar. Hier is echt wel een keer iets anders. En ze zijn dan ook nog eens budgetvriendelijk, dus dat is altijd mooi meegenomen. Als basis leggen we een mooi tafellaken. Het is altijd leuk om verschillende borden te nemen en zo met elkaar te combineren. Glazen moeten voor mij zeker niet altijd hetzelfde zijn. Ik vind het juist leuk als alle glazen iets anders hebben. Dus dat is zo'n leuke mix and match van oude glazen. Servetten, dat is altijd een moeilijke, vind ik zelf. Vandaag heb ik gekozen om de servetten tussen de borden te leggen. Om zo de kleurschakering tussen de tafellaken en de servet mooi te doen uitkomen. Bloemen op tafel, daar kan je van alles mee doen. Ik kan werken met vaasjes, ik kan werken met bloemstukken zoals ik vandaag gekozen heb. Dat kleedt je tafel echt wel meer aan. Kies voor een laag bloemstuk dat je zeker nog de persoon tegenover je kan zien. Mooie kaarsen vind ik altijd heel belangrijk op een tafel. Bij kandelaars vind ik het ook leuk dat die allemaal wat verschillend zijn. Vooral omdat je daar ook weer al in hoogtes kan gaan spelen met de kaarsen. Zo creëren we weer een beetje diepte in de tafel. Het is altijd belangrijk dat je start vanuit een bepaalde kleur of thema dat je wil nastreven om dan verschillende items te gaan toevoegen die dan perfect mix en match mogen zijn, maar dan dat het toch op het einde één mooi geheel vormt.